Voor de vijfde keer wordt vanavond het jaarlijkse symposium gehouden door BNR Beurs. Dit jaar, groter dan ooit, wordt hier, in de Doelen, de Juriaanse zaal, ons verteld hoe we ons moeten gedragen en wat de do's en don'ts zijn in de financiële wereld. I could win, I could rain, I will... At some point, you have too much debt, and at some point, trust will break. The first people don't believe in it, and then you get... The downward spiral, which we have seen in Greece, which we have seen in other states. We are in a phase of step by step adding risk to our portfolios. So I think the next step will be that we are going to overweight equities. You need a intellectual framework. A intellectual framework that avoids your emotions to make mistakes. Technical analysis is just a graphic picture of the changing environment. Het onder de studenten zijn en met studenten het hebben over de financiële wereld. Hoe vindt u dat? Nou, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ik doe het heel vaak. Ik geef vaak hoorcolleges of gastcolleges op universiteiten en hogescholen. Dus wat dat betreft vind ik het een waar genot. Ik denk ook een heel gemêleerd gezelschap aan sprekers. Dus ook leuk om die anderen te zien. Met studenten te spreken tussendoor, achteraf. Wat ik vooral erg leuk vind is dan kijken van ja, hoe past theorie en praktijk bij elkaar. Ik vind het persoonlijk ongelooflijk leuk. Ik hou van mijn vak, ik heb passie voor mijn vak. En ik wil dat met iedereen delen. En het is leuk om met hongerige studenten, hongerend naar kennis, om dat te delen. Je deelt toch kennis met de toekomst. Dus dat is leuk. Dit zijn de mensen die het straks over moeten nemen en voor mijn pensioen moeten gaan zorgen. Wij sponsoren dit soort evenementen heel erg graag. Zeker omdat het om jonge mensen gaat. Mensen die hoog opgeleid zijn. En ik bedoel, dat vinden wij goed voor de studenten. Maar let wel, wij hebben er natuurlijk ook van belang bij dat er straks mensen zijn die bij ons willen bankieren met een redelijk inkomen. We horen hier te zijn. Wij zijn het beleggingshuis van Nederland. Sowieso van Rotterdam. Dus wij moeten hier gewoon zijn voor de studenten, onze toekomstige werknemers, collega's. Ik denk dat het voor sponsors profijtelijk kan zijn om in contact te komen met de studenten. Want iedereen die hier komt, die heeft ook echt interesse in finance en investments. Naast dat vanavond natuurlijk heel leerzaam en interessant is, is het ook een perfecte gelegenheid om BNR Beurs zelf beter te leren kennen. Toen ik het eerst bij BNR Beurs kwam, toen was ik een groentje. Ik wist niks van beleggen en ik wilde zoveel mogelijk leren en dat is me ook gelukt. Ik ben 5 jaar geleden lid geworden. Toen wist ik nog helemaal niks van. En sindsdien ben ik zeg maar begeleid door ouderejaars. En daarmee heb ik al sowieso wat geleerd over beleggen zelf. En daarnaast heb ik ook sociaal gewoon heel veel nieuwe vrienden leren kennen en geweldig. Ze hebben goede sprekers, ze hebben hele goede sponsors achter zich staan. Het gaat niet alleen maar over studentico's, alleen maar drinken en dat soort dingen, maar het is ook, gaat over politiek, het gaat over economie, het gaat over veel meer dingen dan dat. En die ervaring is heel erg positief. Je drinkt een biertje, je praat over je investeringen en dat maakt het ook gewoon heel erg leuk. Ik ben van plan om volgend jaar zeker lid te worden. BNR Beurs, het is een mooie vereniging, een mooie combinatie tussen een studenten en een studievereniging. We zijn daar voor de borrels, maar we zijn er ook voor de BNR Academy bijvoorbeeld. Leggen we studenten zelf uit wat beleggen inhoudt. Die combinatie maakt BNR Beurs gewoon echt een hele fantastische vereniging. Ben jij op zoek naar gezelligheid? Ben je geïnteresseerd in de financiële wereld? Kom dan gewoon even gezellig langs bij een van onze borrels. Of ga naar onze website www.bnrbeurs.nl.